Morning fam! Hey, dag nummer 5. Ik zit op een streak. Ik heb de smaak te pakken en I like it. No cap. Maar, het is vroeg. Ik heb veel dingen op de planning staan. Het is 7:55 en ik moet echt snel tempo maken, man. Wat staat er op de planning? Ik ga nu gymmen. Ik ga tot een uurtje of 9, 8:45 moeten gymmen. Snel opfrissen. Snelle korte crypto sessie voor mijn broeders, voor mijn fam in de vierballersgroep. Daarna streamen van 10 tot en met 1. Want we gaan een zero build toernooi spelen met we, bedoel ik, Vibes en Jozeplein. Mijn teamgenoten natuurlijk voor een extra practice voor het Royalistic toernooi. Daarna heb ik een tweede live sessie. Dat is denk ik van wat 2 uur tot misschien 4 uur, 2:30 tot misschien 4:30, zoiets. Daarna moet ik even snel eten. Daarna heb ik van 6 tot en met 9 heb ik een ander toernooi. Fortnite toernooitje weer. Dus er wordt veel gegamed vandaag. En daarna heb ik nog 1-op-1 sessie met de big man. En dan is eigenlijk de dag voorbij, man. Damn. Oké, kaas. Ik heb snel gaan doen. Pre-workout poppen. Ja, eigenlijk ook in deze vroege ochtend. Ik weet niet of het goed is, maar fuck it. Tempo, motion, let's go. Drukke planning. Vanuit de gym moet ik gelijk door. Voorbereiden voor een live sessietje voor de cryptogroep via het Balus. Daarna een toernooitje. Ik ga met Vibes en met Jozeplein spelen. We gaan een trio zero build toernooitje spelen. Jullie zullen zometeen wat highlights zien van hoe het is gegaan. Dus dat is dan van 10 tot 1. Daarna heb ik een meeting met, je weet toch, mijn Jigga, Dion. Ik zie je broeder. Daarna een andere live sessie, een tweede live sessie voor de groep. Daarna heb ik weer een toernooitje van 6 tot en met 9. Daarna heb ik een 1-op-1 sessie. Dus broer, come on fam. We zijn op doorgaan, man. Let's go. En jongens, voor de mensen die nog steeds twijfelen om te gaan gymmen, niet slapen. Dale. Mensen die zich nog steeds afvragen wat ik precies in de ochtenduren doe of wat voor waarde ik lever aan de VIP-members. Ik geef eigenlijk marktupdates met betrekking tot Bitcoin en uiteraard Ethereum. En ik begrijp zelf ook wel dat als je niet altijd bekend bent met de grafieken lezen of met de charts, dat deze lijntjes, deze pijltjes en alles wat erbij komt kijken een beetje Chinees is. Maar goed. Probeer ik dan eigenlijk te vertalen naar een simpele marktupdate, waarbij ik eigenlijk mijn visie deel, waarbij ik denk van hey, dit en dit kan gebeuren. En op die manier proberen we eigenlijk een beetje naar onze beste kunnen te navigeren door de cryptomarkt, zodat ik mensen ook iets meer rust kan geven. Want ik kan natuurlijk inbeelden dat heel veel mensen, zeker in deze fase van de cryptomarkt, waarbij Bitcoin eigenlijk all-time high na all-time high breekt, heel veel last krijgen van hebzucht, FOMO, die willen gelijk geld smijten, die willen die puntjes pakken. Maar soms is het ook geduldig om rustig te blijven en objectief en nuchter te blijven handelen. Dus dat is mijn rol. En voilà man. Pop die bek. Pop eerst die bek als het kan. Ik ben bij je. We zijn op ons. Laat hem maar komen. Kijkt, achter de boom, 1 AP. Ja, dood. Eentje dood. Pas op. Hier, ik ga op height. Height. 100. NP. Oh my god. Check. Hier, op low. Ik ga het loggen. Height weer. Oh, waar de fuck zit die guy dan? NP op die guy die split. NP. 12, 30 white man. Eentje onder nog. Knocked. Dat is ook ulti low volgens mij. Hij gaat up in die portfort. Hij zit in dat ding van die andere portfort. Hier. Ja, ik zie het. 50. Nice. Links in de gaten. Gewoon nice. Hou links in de gaten, ik jongens. Ik moet chuk poppen, bro. Oké. Ze gaan niet boven komen, let op, ze gaan niet komen. Blijf gewoon schieten daar. Zitten bij die dingen daar beneden. Scrapple. Jongens, blijf kom. Discount. 1 AP! Niet 1 AP, ik lieg. Je hebt ze goed, niet? Allemaal! Ja, 6. Nee, 18 hier! Oh, jongens. Eentje low, eentje. 1 AP, 150. Ben er white? Ja, ben mee. We komen omhoog, man. Blijf hier, jullie zitten top. Laatste moeders. Ayla. Dood? Mannen team. Want we drukken hier, what the fuck. Zitten we zo, ja? Ja, je zit hier net aan zo. Pak die nog daar beneden, baby. Kom maar. Ja. Andere team, bro. Ja, bro, dan, bro. What the fuck is dit? Holy shit!
Holy shit! Oh. Chillen. Ik pak gewoon die placement points, man. Dat is dan heel. Oh, niks. Je hebt een extra grappler, maybe, die je kan pakken. Heerlijk. Ga ergens onder zitten, ga hieronder zitten. Ah, dat zit ze al, daar zit hij al. Nice. Finish. En links van je ook. Yep. RP, een nieuwe grappler. Oh. Yo, Brusky. Oh! Ah, jammer, goed gespeeld. Fam, ik ga eventjes een real talk op jullie gooien. Om eerlijk te zijn, sinds ik begonnen ben met die 75 Day Hard Challenge, ben ik wel meer tevreden met de dingen die ik doe. Want we werken ergens naartoe. We hebben een plan. Voor natuurlijk via het ballers en ook zeer zeker voor YouTube. Maar de druk ligt hoog, man. En normaal gesproken ben ik wel iemand die gewoon stabiel is. Ik kan stress prima managen. Sinds way back natuurlijk. Dan refereer ik eigenlijk nog terug naar die oude... Ja, Frankrijk tijden om zo maar te zeggen. Want die Japanse mentaliteit daar natuurlijk op de werkvloer was insane hoog. En dan raak je op een gegeven moment toch wel gewoon een beetje gewend aan de tempo. Maar ik merk wel nu dat... Ja, ik weet niet, ik heb een beetje een opgeblazen gevoel. En dat begint zich wel op te bouwen, man. Ik zit niet helemaal super lekker in mijn vel of zo. Misschien dat ik ook iets te veel van mezelf eis. Te veel hooi op mijn vork neem. En eigenlijk toch wel gewoon... meer balans moet creëren, man. Want dat heb ik momenteel absoluut niet. Ik ben alleen maar op gaan. Ik slaap ook iets minder lekker en iets minder lang dan gewenst. En ja, ik loop gewoon een beetje, ik weet niet, man, achter de feiten aan of zo, man. Bijvoorbeeld vandaag al, snap je? Ik laat jullie zien wat ik doe. Maar de tijd is gewoon niet daar. Ja, man. We gaan het sowieso gewoon wel laten lukken, maar... whatever. Anyways... Ik heb een heerlijke fruitbol, fruitmix gemaakt, frambozen, blauwe bessen, aardbeien. Waarschijnlijk kan je dat niet goed zien. En natuurlijk ook druiven. Het is nu 2:15. Ik heb een klein kwartiertje pauze, om zo maar te zeggen. En daarna ga ik door met de crypto live sessie. Maar om 2:15, of tenminste over een klein kwartiertje, heb ik een tweede live sessie voor de crypto groep natuurlijk. En dan ga ik gewoon weer eventjes potentiële setups bespreken van Bitcoin. En natuurlijk gewoon een mini marktupdate, man. Dus let's go. Vandaag een domme live sessie gehouden voor de jongens in de Via Ballersgroep. Jongens, jullie missen echt dingen. Want die prijsactie van vandaag, die sessie van vandaag, de potentiële setups van vandaag die we hadden besproken, waren clean textbook gegeven. Maar, besef deze. Ik wilde 2 setups nemen. Ik had die 2 setups besproken met die boys, ja. Je hoeft niet veel te begrijpen van de grafieken. Maar kijk gewoon naar dit lijntje. Naar het onderste witte lijntje. Je ziet dat er een staartje het witte lijntje aankust. Dat betekent dat we een level hebben getest of een level hebben getapt. Dit is op de Binance chart. Hier, deze Marikus, en dan moet je hier naar kijken. Maxi, deze Marikus, die kussen het lijntje niet aan. Dus ik heb letterlijk op $0.12 heb ik een setup gemist die mij misschien 2-3 mei had kunnen opleveren. Dat is nummer 1. Nummer 2. Besef deze. Ook deze was... Wauw. Laat me even kijken. Waar heb ik hem staan? Boom. Juist. Een hele mooie... Kijk naar dit leveltje. Naar dit lijntje. Wordt heel mooi getest. Binance. Kijk deze Marikus. Kijken wat voor praktijken ze zijn. Je ziet het waarschijnlijk al. 3 minuten. Zelfde level. Zelfde lijntje. Kijk wat ze doen. Weer die Marikus gewoon. En hebben mij letterlijk gefrontrund. En dan praten we hier over een $4.23 move. Dit was een trade die had mij misschien denk ik zeker 5, 6 maaien kunnen opleveren. Dus vandaag wel wat doek om misgelopen. Maar goed, veel value gedropt op de squad. Ik zeg jullie eerlijk jongens, jullie slapen op Fiat Ballers, man. We zetten motion. We leren mensen traden. En trouwens, nu ik toch veel aan het jeppen ben. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Laat me eventjes iemand zijn flowers geven. Dat had ik ook al eigenlijk gezegd in die live sessie zelf. Een hele dikke shout-out naar mijn motherfucking guy.
genaamd Renan. En ik ga je vertellen waarom. Deze guy heeft no cap gewoon een van de allerbeste shorts te pakken gehad van deze hele week. Op Bitcoin, kijk hoe ziek die setup is. Gijs gaat gelijk naar de juiste kant op vanaf zijn entry. Hij heeft volgens mij gewoon de setup van de week te pakken, man. Dus Renan, mocht je dit zien, dikke shout-out naar jou, broeder. Je gaat het laten lukken. Maar kijk, let's go. Ik ga nu even eten. Het is nu 4:50 en sorry, let alsjeblieft niet op die cable management. Morgen, sla me alsjeblieft niet in elkaar. Maar even snel koken, toernooitje spelen, door. Let's go. Dit is nu de color combination of today. Maar goed, het is nu 6:1. En we zijn op doorgaan. Ja. Omdat ik wel natuurlijk ook gewoon wil presteren voor zondag. Dat kan een boel... Bro, dat kan de kans der kansen zijn. Ja. Zeker nu crypto natuurlijk booming is. Bro, we gaan misschien... laten we zeggen, met iedere content creator die live gaat... heb je misschien 20, 30, 40, 50.000 ogen. Bro... Maar, je hebt geen shirt of zo van Fiat Ballers of zo. Hè? Je gaat zeker geen sponsoring doen in die livestream. Nee, man. Wat ik wel kan doen, ik kan misschien iemand vragen om zeg maar zo'n transitie. Zeg maar, ik had toen ik Athlete Fit had met die supplementen, had ik zo'n transitie. Dan kwam die Athlete Fit logo er wel eens in de zoveel tijd naar voren. Maar ja, gaat dat veel doen? Niet veel. Nee, bedoel ik. Maar ja. Dus dat. Bam, dag 5 is achter de rug. Lange dag gehad, maar nu is het gewoon even tijd voor een kickback en relax. Een beetje quality time met mezelf. Ik heb een theetje gemaakt. Je weet toch, dat is het ritueeltje van vanavond. Tijd met bed induiken. Ik moet eerlijk toegeven, van alle 5 dagen die ik nu heb gehad, van de challenge, was deze wel een van de taaiste dagen, man. Ik weet niet precies waarom. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met de opeenstapeling van dingen, snap je? Weinig geslapen ook de afgelopen dagen. Best wel lange dagen gemaakt. Maar dat is helemaal goed. We werken ergens naartoe, snap je? En dat is goed. Als dit nog maar dag 5 is en we hebben nog 70 dagen te gaan, dan weet ik 100% zeker dat ik bergen ga kunnen verzetten. Het is taai, maar als je een visie hebt, gaan we motion zetten, man. We got this, man. Let's go. Jongens, ik denk dat jullie inmiddels een goed idee hebben van hoe mijn leven een beetje eruit ziet. Eigenlijk een beetje casual, een beetje standaard. Vooral gewoon gamen, een stukje crypto, het streamen dan bedoel ik. En eigenlijk gewoon gymmen, man. Maar je ziet het, de dagen zijn wel gewoon flink gevuld, snap je? Maar ja, goed. Morgen dag 6, we in this. Jongens, thanks voor de support. Ik waardeer het enorm voor iedereen die eigenlijk tot dusver alles heeft gecheckt. I appreciate you all, man. Thank you so much. Bless.